En daar een blokje. Nee, niet daar. Die weghalen. Julian? Die weghalen. Wat zijn jullie aan het doen? Nee, daar een blokje. Daar. Ido. Nee, niet daar. Hier onder me. Ja, wat... Hallo, hallo. Hallo, wat zijn jullie aan het doen? Wat zijn jullie aan het doen hier met z'n tweeën? Het duurde zo lang voordat dit huis was ingericht, dus we dachten maar, we doen het zelf. Oh mijn god. Je weet dat ik dit huis voor jullie ging inrichten? En wat heb je... Het ziet er niet uit wat jullie aan doen. Overhoud hier op de vloer, de muren zien er nog niet uit. We snappen er ook niet zoveel van. Maar nee, ik probeer het uit te leggen, alleen... Waarom doe je het zelf niet? Ja, ik ben een beetje lui. Ja, ben jij ook zo lui of... Niet per se. Nee, maar je kan niet... Kijk, weet je wat het is? Gewoon simpel hier. Hier plaatsen. Oké. Oh mijn god, weet je... Nee, je moet eentje naar boven. Stop alsjeblieft met bouwen. Ik smeek het jullie. Stop alsjeblieft met bouwen. Doe ik het niet goed dan? Nee, jullie doen het niet. Maar dat maakt niet. Ik kom hier om te vragen, hebben jullie iets nodig? Vind ik voor wat? Of wat? Jullie zijn druk bezig zo te zien, aan het werk. We zijn het huis aan het inrichten. Ik dacht, het duurt zo lang. Ja, want dus, dit is jouw vakantiehuisje natuurlijk. Ik ben er zelf, ja, klopt, ja. Het duurt zo lang. Weet je hoe druk ik ben met van alles en nog wat? Ja, maar ja. Dit huisje gaat wel voor, neem ik aan. Ik heb hiervoor betaald en zo. Ja, ik snap je. Weet je, het eerste volgende huis dat ik ga inrichten is dit huis. Dat beloof ik. Oké, dat is mooi. Dat vind ik heel prima. Maar hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Zo'n 4 uur ongeveer. 4 uur met dit? En dit is het resultaat wat je hier binnen hebt? Wacht, ik snap hem. Oh, nou, kijk, doe jij... Hij moet hier ook. Weet je, ga weg. Het huis uit. Alsjeblieft, spreken jullie. Maar gaan we pauze houden of zo? Althans, ik weet niet of ik jou kan rondcommanderen, maar... Ja, nee. Ja, we houden ook ongeveer om de 5 minuten ongeveer een pauze, want... Het is te vermoeind, zeg maar. Ja, dat snap ik dat je er 4 uur over... Wat voor pauze houden jullie dan? Ja, we gaan even op het strand zitten dan. Zo lekker weer buiten. Oh, zullen we een rondje naar het strand doen? Ja, zullen we... Ik wil wel prima, ik vind het prima. Ik heb wel zin, ik ben wel benieuwd wat voor pauze jullie houden nou specifiek. Ik bedoel, jij loopt, neem ik aan, niet zo vaak alleen hier rond. Nee, dat klopt. Ik heb altijd wel bescherming en zo. Ja, oké. Tenzij de ridder naar Ridderkamp is, wat die vorige keer was, toch? Ja, dat klopt, ja. Ja, prima lopen die kant op. Ik zeg, het strand is sneller die kant op, maar ik volg jullie pauze. Oh, Doe jullie ding maar gewoon. Wat voor jullie pauze is, dat vind ik prima. We maken ook altijd gewoon even een wandelingetje en zo. Hier langs deze mensen en zo. En... Oh mijn god, hij werd niet eens geactiveerd. Wat is er? Nee, niks. Laat maar door. Niks aan de hand. Wat vinden jullie van Piratenland tot nu toe? Jullie wonen er nu natuurlijk al een paar dagen. Of een paar, wat is het? Een tijdje heel even nu. Ja. En wat vinden jullie ervan? Mooi. Ik denk dat we verkeerd zijn gelopen, maar... Ja, volg mij maar. Als jullie naar het strand willen, volg mij maar. Kijk, dan is het deze trap naar beneden en dan kom je op het strand uit. Oh ja. Ja, ik ben een beetje vergeetachtig ook af en toe. Dus, wat voor koning ben jij? Je bent lui, je vergeetachtig, je doet niks. Ja, nee, ja. Ik meldde me aan en... Meld je aan? Ik had gewonnen. Dus toen werd ik koning. Wat? Hoe werkt dat voor je? Weet je, ik te veel vragen. Gaan we gewoon... Wat doen jullie nog meer in jullie pauze? Jullie komen hier? Ja, we gaan gewoon zo en dan... Dan zitten we gewoon hier en kijken we naar de horizon. En de schepen. Hoezo doen jullie dat niet lekker gewoon vanaf jullie hebben echt een uitkijkpunt, hè, daarboven. Hoezo doen jullie dat daar niet? Ja, maar dit is lekker in het zachte zand. Zacht warm zand. Zacht warm zand. Oké, prima. En dan, omdat jullie dit gedaan hebben? Dan zitten we hier ongeveer 20 minuten. En dan gaan we weer naar boven. 20 minuten? Ja, dat is behoorlijk uitrust, hoor. Van 5 minuten werken. Ja, het is behoorlijk een zware taak, koning zijn. Oh, man, je doet letterlijk niks. De ridder doet letterlijk alles. Maar goed, weet je, ik ben hierheen gekomen met de reden... Althans, ik kwam met de reden naar jou toe. Wacht, zullen we weer even terug gaan naar boven? Ja, dat kan wel, ja. Weet je de route of? Vast wel. Ik loop wel voorop, ja? Ja, prima, ik volg je. Kijk. Ik ben benieuwd. Daar kwamen we net vandaan. Daar kwamen we net vandaan, ja. Dus laten we dan... We kwamen er wel hier. Nee, ik zou de andere kant op gaan. Andere kant op? Andere kant is sneller. Dan ben je eigenlijk binnen 2 seconden weer boven. Ja, en dan hier naar rechts. Waar? Hier. Je loopt er verder door. Oh, hier. Hier naar rechts, hier omhoog. Ja, oké. Je koning is niet heel snugger, hè? Of? Niet echt, nee. Dan hier naar links. Kijk, nu ben je alweer bij de stallen. Zie je? Kijk, we zijn bij de stallen. Ja. En dan zijn we alweer bij het fort. En dan zijn we weer bij jullie fort. Hey, heb jij nog iets voor mij wat ik ga doen? Anders heb ik namelijk andere taken die ik wil gaan doen. Maar ik dacht voordat ik... Ja, ik heb zeker wat voor jou te doen. Ik hoopte eigenlijk dat het gewoon nee was en dat ik uit beleefdheid hier even langs kwam. Maar prima, wat is er? Helaas niet. En trouwens, wacht even voordat we gaan beginnen. Ja. Stop alsjeblieft met het interieur van dat huis. En ik weet niet of jullie überhaupt van plan waren om te beginnen aan dat huis. Ik regel het wel, oké? Ik zorg wel dat of iemand anders het doet of dat ik het doe. Maar stop alsjeblieft.
Oké, okay, maar wel moet je tempo maken. Een beetje tempo. En je wil me nu nog een opdracht geven, je zegt dat ik tempo moet maken. Ja, maar kijk, jij bent zo goed in bouwen, je doet het allemaal zo snel. Dat lukt jou wel. Weet je, wat is er? Wat is er aan? Wat ja, wil je doen? Kom maar, volg mij maar. Ik volg jou, prima. Omhoog. Omhoog, ja? Hier zo, ja. Hoe ken je eigen fort nou niet eens? Je woont hier nu echt al letterlijk een tijdje. Waar is de stagiair in NAR trouwens? Ja, de stagiair die is weg. Weg? Ja, ja. Nou, niet weg, maar hij ging naar een andere stage. Hij ging daar proberen. Dus hij kijkt heel veel of het daar leuk is. En de NAR die is nog steeds op Grappenkamp. Op Grappenkamp nog steeds, ja, oké. Okay. Ja. Dus ik hoop dat hij goed leert. Ik hoop dat hij met goede grappen terugkomt. Ja, dat bedoel ik, ja. Dus. Oké, okay, wat is er? We zijn hierboven nu. Kijk, als je heel veel hier komt, een beetje gevaarlijk, maar... Ja, nee, dat is prima. Ik heb het gebouwd, kom maar goed. Zie je dat daar, dat hele lege stuk? Ja, dan hadden we ook heen kunnen lopen, maar dat zie ik, ja. Ja, soms dan kijk ik zo over de horizon. Ja, dan zie ik daar mooie schepen en zo. Prachtig, en hè, dat uitzicht. Prachtig landschap achter ons. En dan kijk ik tegen dat lege stuk aan. Ja. En dat vind ik lelijk. Ja, daar was ik ook nog van plan om dingen te gaan doen. Ja, dus daar moet je even wat neerzetten. Gewoon iets moois, gewoon waar ik tegenaan kan kijken. Gewoon iets moois. Iets moois. Maakt niet uit wat. Ja, als het maar geen heel groot vliegend schip is. Ik was niet van plan om een groot vliegend schip te bouwen, okay. Dus maak je daar geen zorgen over. Maar het maakt je echt geen reet uit wat daar komt. Nee. Want het ding is... Het moet mooi zijn en ik moet het goedkeuren dan. Wat als ik het helemaal heb gebouwd en je keurt het niet goed? Ja, dan moet je het weghalen. Oké, okay, dan is het goed als ik iets piraatachtigs maak? Ja, dat past wel bij het... Zou je denken dat het bij het thema past? Ja, het past bij het thema, ja. Ik weet het niet zo goed hoor, of piraten hier allemaal bij past bij het thema wat hier gedaan is. Maar ik ga mijn best doen. Dat is goed. En moet het ook een nut hebben of moet het gewoon mooi zijn? Nou kijk, wij hoeven er niet heel veel mee te doen. Dus, het is gewoon leuk om naar te kijken. Ja, gewoon mooi dat je gewoon even hier kan kijken. En... Je duwt bijna je ridder naar beneden, man! Wat? Je duwt bijna je ridder naar beneden! Hij valt bijna hier zo uit van het kasteel, de toren valt hij bijna af. Oh, dat is niet zo best. Nee, dat maar, doe jij. Maar daar kan je dan iets moois gewoon maken. Gewoon daar, iets moois maken, daar. Prima. Ik zal kijken of ik wat leuks kan maken, oké? Okay? Ja. That's it. That's it. Meer niet. Meer niet. Krijg ik voor betaald? Iets. Krijg ik er iets voor? Ja, je krijgt... Is er iets wat je wil hebben? Ja, geld, diamonds is altijd goed. Ja, we lopen een beetje laag op de diamonds. Sinds, sinds wat? Ja, sinds wij die afspraak hadden gemaakt. Je hebt met 10 diamonds, zeg maar niet dat je niet meer dan 10 diamonds had. Ja, ik had aan het begin van de server heel veel gemined. En toen vond ik een diamond ergens in een kist. En ja. Oh mijn god. Je staat trouwens echt net aan op het randje daar. Ik sta goed hier zo. Ja, je vindt het helemaal goed? Ja. Oké. Okay. De koning heeft geen... Verzin jij maar een leuke prijs voor mij. Ik ga wel gewoon aan de slag. Ik verzin wel iets leuks, om iets moois om naar te kijken. Zonder nut. Zonder nut. Zonder nut. Oké, okay, prima. Wil jij nog iets? Of? Nou, nee. Ik denk dat dit wel perfect is. Dit is perfect? Ja hoor. Oké, okay, dan ga ik er vandoor. Dag koning, dag ridder. Goedendag. En alsjeblieft niet verder bouwen aan de huis, oké? Okay? Komt goed, denk ik. Komt goed, oké. Okay. Doei. Goed jongens, de koning en de ridder willen dus dat... Althans, de koning vooral wil iets moois hebben om naar te kijken vanaf daarboven. En ik snap nou niet precies wat hij bedoelt. Ze staan er ook nog steeds. Hij heeft bijna zijn ridder naar beneden geduwd net. Iets moois om naar te kijken. En dat moet ongeveer hier op dit platte stuk komen. Het ding is, ik wilde hier sowieso aan de slag. Ik kwam naar hem toe om hierheen te gaan. Ik kwam naar de koning toe om te vragen of ik nog wat moest doen. Zodat als hij nee had gezegd, wilde ik letterlijk hier aan de slag gaan. Dus het voordeel is dat ik nu hier aan de slag ga, terwijl het een opdracht is van de koning. Dus ik ga doen wat ik wilde doen, maar ik krijg er waarschijnlijk voor betaald. Ik vind het een hele goede deal. Wat ik waarschijnlijk van plan was, is om hier nog een stukje landschap te gaan bouwen en dan hier misschien een soort markt of zo. Maar aangezien hij wat leuks wil om naar te kijken, denk ik dat ik ook wat groots moet bouwen. Dus ik denk dat ik de markt dan even oversla die ik hier wilde bouwen. Even goed dat stuk dinges hier doen. En dan hier tegen de berg iets moois maak om naar te kijken. Ik weet oprecht alleen nog niet wat. Dus weet je, ik ga de timelapse wel gewoon starten en is het voor mij een verrassing, dan is het voor jullie een verrassing wat we gaan bouwen. We beginnen met dit landschap hier, dus dat is het eerste wat je in de timelapse zal gaan zien. En daarna zal hier iets verschijnen. Er zal iets moois, groots, misschien dat het wel hier... Nee, ik denk dat ik het tegen de berg hier aan ga doen. Want dan heeft de koning natuurlijk mooi uitzicht erop en ik heb echt geen flauw idee wat het gaat worden. Maar veel plezier met kijken naar deze timelapse. Het gaat echt een verrassing worden in 3, 2, 1...
zijn we weer en het grote monument is af. Het is uiteindelijk een anker geworden en ik moet zeggen, ik ben er echt heel erg blij mee. Ik had in eerste instantie geen idee wat ik wilde bouwen. Ik denk, wat moet er nou komen? Een monument, iets wat mooi is om naar te kijken, weet ik voor wat allemaal. En toen ging ik een beetje om me heen kijken hier. En ik denk, we hebben wel heel veel. We hebben een grote palmboom, we hebben een groot schedel, we hebben grote masten op de schepen natuurlijk. En het enige wat echt nog, een grote schatkist zelfs, het enige grote, onrealistisch grote wat nog echt miste, was voor mijn gevoel een anker. En hij is daar gewoon in de grond gecrashed, alsof hij uit de lucht is gevallen of zo, weet je, in de vroegere piratentijd met de piratengoden, weet ik veel wat allemaal, verzinnend. En daarnaast heb ik een verhogingje gemaakt natuurlijk, en het is iets anders dan ik normaal doe. Zoals je ziet, doe ik normaal gaat het een beetje schuin omhoog en dan hangt het gras er overheen. Maar in dit geval hier heb ik het gewoon andersom schuin omhoog gedaan. En in plaats van dat het gras er overheen hangt, ligt het er eigenlijk wat meer plat op gewoon. Ik dacht een beetje voor de verandering ziet er ook wel leuk uit. Maar het anker, jongens, ik moet zeggen, ik vind hem heel leuk. Ik vind het echt een leuk anker. Laten we nu even een sprongetje naar beneden maken. Oh, dat was nog even gevaarlijk. Springen we hier omhoog, zo. En dan, hoppakee, zo. En dan gaan we die kant op. Ja, het ziet er leuk uit, moet ik zeggen. Het heeft helemaal letterlijk geen nut, geen zin. Ik bedoel, je kan er niks mee naast gewoon naar kijken. Maar ja, dat is in principe ook wat een monument moet zijn. Gewoon iets moois om naar te kijken. De koning kan natuurlijk vanaf zijn plekje daar nu gewoon kijken ernaar. En ik hoop dat hij het leuk vindt. Dan heb ik hier nog heel wat ruimte over. Ik heb hierboven heb ik nu een soort van plat plateautje waar ik iets kan bouwen. En blijkbaar loopt hier een zombie rond. Hallo mini, die zombie, jij gaat mij aanvallen. Oh, daar kom je. Ah! Ga dood. Hé, je broek. Oké, ik heb nog 22 lanterns en ik word nu al gek van de zombies en heksen die ik hier beneden hoor. Het zijn er blijkbaar heel veel, dus laten we dat heel even... Oh, dit gaat sowieso gevaarlijk worden. Zolang de creepers niet ontploffen! Oh, de creeper is ontploft. En een heks en nog een creeper. Oké, die rest boeit me niet zoveel. Het is de creeper waar ik me zorgen over maak. Je moet als eerst dood. Nee, kom op. Ja, de creeper is dood. Oké, de rest komt wel goed. Even mijn armor aan, anders gaan wij ook dood. Ga weg, stomme heks. Oh mijn god, ik ga ook echt gewoon nog bijna dood ook. Vreselijk. Sterf. Laat mij met rust. Ook een onzichtbare spin. Dat zie je niet zo vaak volgens mij. Onzichtbare spin. Man, je gaat wel dood. Ondanks dat je heel zeldzaam bent. Oké, alles is hier helemaal stuk door die stomme stinken... Wat is het? Heks? Nee, creeper. Ik heb gelukkig nog gras over hier. Oh mijn god, ik ga gewoon bijna dood. Zo, oké, laten we dit weer heel even opvullen dan. Maar we kwamen hier om het natuurlijk te belichten, want het was hier helemaal veel te donker. En daardoor spanden al die beesten en dan hoor je dat weer en dan ga je weer dood zoals net bijna. En dat is nou niet echt heel fijn of zo. Dus het is nu bij deze gelijk mooi belicht. Nou, mooi is een ander verhaal. Het is belicht. Punt. Gaan we weer omhoog. Zo, en dan kunnen we dit ook netjes dichtbouwen. Ziet het er goed uit? Dit ziet er goed uit. Dan kan die kant dicht. Zo, hoppakee, jongens. Maar goed, wat ik wilde zeggen, voordat dit allemaal gebeurde... Hierboven heb ik nog ruimte voor wat leuks. Bijvoorbeeld voor nog een huis of zo. En hier beneden wil ik een soort markt bouwen. Maar volgens mij had ik dat al verteld in mijn... vorige video, in het gedeelte hiervoor. Dat ik hier beneden een markt wilde maken voor mijn time. Dus voor mij is dat 2 dagen geleden dat ik was begonnen aan dit anker. Maar het lijkt me leuk om hier een soort grote markt te bouwen. Zodat misschien de koning hier wat kan verkopen. Dat Rick hier wat kan verkopen. De DBE, misschien Harlow, misschien meneer KB. Want over meneer KB gesproken. Ergens in een van deze chocoboxen zit hier onleesbare blauwdruk. Ik heb dus van meneer KB, jongens... de onleesbare blauwdrukken gekregen. Van onze grote vriend, kapitein Bruinbaard. De bedoeling is dat ik die samen met Harlow ga maken. En terwijl ik bezig was met het bouwen van het anker en zo, kwam meneer KB even gezellig langs. Die wilde even, die wilde gewoon even weer rondlopen, hier even rondleiding krijgen. En toen heb ik een onleesbare blauwdruk gekregen voor kapitein Bruinbaard. Dus we kunnen eindelijk weer aan de slag om het standbeeld te repareren naar zijn voormalige glorie. Dus ik denk dat ik dat in een van de volgende afleveringen samen met Harlow de Viking ga doen. Maar wat mij net is opgevallen, jongens, dat hier in één keer een soort van aanhouding is. Wat is dit? Is de moord opgelost? Hier wordt iemand aangehouden, gewoon een willekeurig persoon. Oké, door de DBE zo te zien. En dan hier is een graf. Hier rust Chantal. Oh, het was Chantal die was vermoord. De moord is waarschijnlijk eindelijk opgelost. En uiteindelijk is er een graf geplaatst voor Chantal. Arme Chantal. Ligt er echt al? Ik ga een graf roven. Ze ligt er niet eens onder. Oh, ze ligt waarschijnlijk te diep. Ze ligt waarschijnlijk nog dieper dan dit. Arme Chantal, jongens. Allemaal even in de reacties. Rip Chantal, we gaan je missen. En wat ik heb gehoord, is dat het pad naar de DBE eindelijk ook een poort op het einde heeft. Want ik had natuurlijk dit pad gemaakt. Ik denk 3 afleveringen geleden inmiddels. Maar toen was daar op het einde natuurlijk een... Oh, een uitbouw is groot geworden, hé. Hey, en ze hangen gordijnen op. Ze weten dat ik af en toe aan het gluren ben vanaf hier. En ze hangen gordijnen op.
Maar kijk, zoals jullie kunnen zien, er is nu daadwerkelijk een ingang gemaakt die daar omheen gaat helemaal. En zo te zien is hier een ingang of code-achtig iets, weet ik veel. Ik ga er gewoon lekker overheen springen. Even kijken, wat hebben ze hier gedaan? Ze hebben een mooie dinges hier gemaakt, een brug zo naar de overkant. En zoals ik had voorgesteld, een leuk pad om het gebouw heen, zodat ik een privéroute heb naar de DBE. En wat is daar dan, jongens? Wat is daar? Weet je, ik denk dat het tijd is voor een leuk idee. Het is tijd om in te breken. Ik ga proberen om al die camera's te slopen, terwijl ik op mijn route ben naar de ingang hiervan. Want ik wil weten wat ze allemaal aan het doen zijn. En ik wil ook een keertje filmen waar ik niet mag filmen. Dus laten we eerst deze camera hier hakken. Het is ook avond, dus ik ben bijna niet te zien. Het enige waar je me aan herkent zijn mijn grote ogen. Maar als we nou sneaky zijn en proberen zoveel mogelijk camera's te slopen. Kijk, die daar bijvoorbeeld nog. Dat is ook nog een goeie om even te slopen. Ik denk namelijk, even kijken, zit hieronder niks? Nee, hieronder zit niks. Oké, zo, dan slopen we deze camera. Ja, dat gaat goed. Zitten hier binnen nog verstopte camera's of niet? Even kijken. Oeh, ja, daar zit er eentje links volgens mij. Ja, daar links zit er één. Oké. Kunnen we die van buiten pakken? Oké, jongens, hij is daar. Dus als ik me nou omdraai, dan ben ik een onherkenbare skin. Zoals dit. Ronald, het spijt me. Het spijt me, Ronald. Ik moet je vermoorden. Oké, nou kunnen we de camera. Zo. We hebben Ronald zojuist uitgeschakeld. Ik voel me een beetje schuldig. Stop de kleding van Ronald. Stop ik in de bus hier of in de brievenbus. En zijn hoofd hou ik. Oké, jongens. Dan kan ik jullie nu eindelijk een keertje. Want als goed zijn hier geen camera's meer. Eindelijk een keertje die andere ruimte hier laten zien. Normaal moet ik altijd mijn camera uitdoen. Maar zoals je hier ziet hebben ze een hele camerastation hier. Ze hebben een boek en quill. Begaande grond, lobby en ontvangst. Eerste opslag is verdieping. Of eerste verdieping is... Eerste opslag is verdieping. Eerste verdieping is opslag. Tweede verdieping is kantine. Derde verdieping is bewijskasten en archief. Vierde verdieping het laboratorium. Vijfde kantoor, dak, zwembad en helipad. Oké, dan gaan we hier beneden nog eventjes goed kijken. Ik zie dat ze hier ook een trap naar beneden hebben. Dit is volgens mij naar die gevangenis waar ik wel eens vast heb gezeten. Dit is zeg maar die snelle route die ze hebben naar het piratenland, weet je. Op deze manier, nou dat ga ik trouwens niet helemaal lopen. Trouwens, wat is dit? Dit ken ik helemaal niet. Dit is niet wat dat gevangenisdingetje, of wel? Is dit die gevangenis waar ik zat? Ik herken deze hele lange trap, herken ik niet. Wat is dit? Waar ben ik nu? Ja, dit is die lange gang. Dit is wel die lange gang. Ja, met die outfits van ze. Ja, dat is dit gewoon allemaal. Oké, we komen hier zo meteen terug. Laten we eerst het DBE-gebouw zelf eventjes bezoeken. Want ik weet dat ze er op het moment niet zijn. Dat is het ding. Ik weet dat er niemand thuis is. Ik weet dat alleen Ronald was. Nou, Ronald hebben we uitgeschakeld. Ik weet dat er verder niemand is. Maar we moeten even goed oppassen voor die camera's. We gaan ze gewoon slopen. We gaan ze meenemen. En de DBE gaat er niet achterkomen dat ik dit ben. 100%. Ze gaan hier niet achterkomen. Oké, kijk jongens. Dan hebben we hier de verdieping erboven. Hier hebben ze een soort opslagruimte. Kijk, en dan, dit is ook dat punt dat je zo naar beneden de hal in kijkt. Maar laten we nog even wat omhoog gaan. Je hebt hier de waterlift. Dan kan je zo naar de eerste verdieping gaan op deze manier. De eerste verdieping is helemaal leeg. Nog. De tweede verdieping, die is ook helemaal leeg nog. Maar deze verdieping hier, hier hebben ze de servers. Hier bewaren ze alle data volgens mij. En dan hier, als je hier doorheen loopt zo, hier kom je in het laboratorium. Die zijn volgens mij wel eens eerder geweest. Kijk, daar zit ook een hoofd daar. Ik weet niet wie zijn hoofd dat is, maar dat is een hoofd. Een zombiehoofd hier. Ze zijn nog steeds gekke dingen aan het onderzoeken. Gaan we nog eentje omhoog. Dan heb je hier, heb je die kantoorruimte. Die kennen we allemaal. Zie ik dat daar nog een camera is. Dus die gaan we eventjes snel stiekem slopen zo. Hoppakee. En dan zie ik er daar ook nog eentje. Die nemen we ook mee. We gaan alle camera's gaan we meenemen. Oké, dan hier om de hoek eentje. Die kunnen we net aan precies slopen. Zo. En hier ook nog eentje. Oké, hierboven heb je natuurlijk nog het zwembad. En mooi uitzicht op die helikopter. En zo te zien is daar ook nog een nieuwe helikopter. Oké, dat is ook vreemd. En hier is de helipad. Oké, prima. Goed, laten we dan alleen nog even die kelder pakken. Want het gebouw hebben we nu al helemaal gehad. Dat heb ik even stiekem aan jullie kunnen laten zien. We hebben de camera's mee kunnen nemen. We hebben wel helaas Ronald uit moeten schakelen. Want anders was Ronald een... Ja, hoe noem je het? Hij had me verraden, denk ik. Oké, we zijn in de kelder beland. Laten we dit hele stuk even uitlopen. Want ik ben benieuwd. Volgens mij kwam je dan in het outpostgebouw van de DBE kwam je dan uit. En ik ben benieuwd of daar nog wat veranderd is. Ik denk het niet, hoor. Je hebt die gang natuurlijk hier. Dus hier kom je over die lava, inderdaad. En dan hier heb je nog een ruimte. Hier ligt ook een lijk. En dan hier is de DBE-kelder, denk ik, van de outpost. Oh nee, we zijn er nog niet. We zijn er bijna. Kijk, als we hier dan omhoog gaan... Oh, dat zit dicht! Nee! Weet je wat? Ik sloop het wel gewoon. Zo. Zijn hier camera's? Daar is een camera. Daar is een camera. Die gaan we slopen. Die gaan we slopen. Zo, kom hier. Jij gaat ook mee. Oké, dan zijn we nu weer aangekomen inderdaad in het... Oh. Het spijt me, jij moest ook. Je moest wel. Oké, we hebben die ook uit moeten schakelen. En nu is het de bedoeling dat we heel voorzichtig weg gaan lopen. Ik zie daar nog iemand van de DBE rondlopen. Hier ook. Oké, hier is het te druk om eruit te gaan. Dus ik denk dat ik wel aan deze kant moet. Oh mijn god, daar heb je Char. Oh mijn god, daar heb je Char. Nee. Nee.
Oké, kan ik weg nu? Kan ik weg? Oké, wat is ze aan het doen? Wat is ze aan het doen? Ze is rondjes aan het lopen. Oh mijn god, dat was heel close. Oh mijn god, dat was close. Ik moet wel... Oké, wacht, waar gaat ze heen? Dit is mijn moment. Ze loopt een rondje om het gebouw. Oké, ik moet gaan. Ik moet nu rennen. Rennen. Ah! Weg hier. Oké, ik denk dat ik het heb gered. Kleden we ons even snel in het graanveld hier, kleden we ons om. Zo omgekleed, we hebben weer de normale outfit aan. Want er komen nu natuurlijk weer overal camera's te hangen. Er hangen hier overal camera's. En het idee van het inbreken, jongens, is dat ik al die camera's en weet ik wat allemaal mee wil nemen. En als het goed is, zitten in dit fort zitten geen camera's. Dus dit is helemaal cameravrij van de koning. En de koning is niet thuis, zo te zien. Of, koning, hallo? Hij is niet thuis. Het ding wat ik nu ga doen, jongens, is overal deze dingen hier plaatsen, zodat de koning de schuld gaat krijgen in plaats van ik. Plaatsen overal de camera's en weet ik wat allemaal, alsof hij dit gedaan heeft, niet ik. De rest doen we in de kluis, die stoppen we allemaal hier. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, hoppakee. Kluis doen we dicht. Rennen wij weer weg en dan hebben we er helemaal niks mee te maken. En dan hoop ik dat de DBE dat gaat zien, Daan. En dat vervolgens de koning de schuld krijgt. Klinkt als een geweldig idee. Misschien was het een beetje random tussendoor ineens. Maar ik bedacht, ik wilde langs het DBE gebouw. Toen gingen we naar binnen. Oh, ik heb die nieuwe uitbouw helemaal niet gecheckt. Nee, ze hebben die uitbouw gebouwd. En die heb ik helemaal vergeten te bekijken. Ik weet je, dat komt volgende keer wel een keertje. We hebben in ieder geval een inbraak gedaan daar. Ze komen er binnenkort waarschijnlijk heel snel achter. En dan gaan ze direct onderzoek doen naar alles en nog wat. Maar wij hebben heel slim andere outfit aangehad. Camera's gesloopt. Dus ze kunnen ook niks terugkijken, want de camera's zijn gone. We hebben alles in het kasteel van de koning geplaatst. Dus laten we hopen dat de koning de schuld krijgt. Maar voor nu ben ik heel blij met het anker dat we deze aflevering hebben gebouwd met dit mooie ding hier. We gaan je volgende keer de markt bouwen. We gaan kapitein Bruinbaard repareren, want ik heb de blauwdruk. Althans, hij is een beetje onleesbaar. We gaan kijken wat we ervan kunnen maken. In ieder geval voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van Veendeel. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles dat er in content van gaande is. En dan nu spreek ik later, glaasje water, tot de volgende keer. Wow.